Dan gaan we maar direct door. Maarten Potvragen, mijn collega bij de HAN. Maarten, jij hebt het afgelopen jaar ook bezig gehouden met het onderzoek naar de haalbaarheid van de nationale dataset. Dus ik wil jou het woord geven. En jij hebt aan het eind heb je ook nog een Mentimeter vraag, geloof ik. Hè? Dus er komen na jouw presentatie nog twee Mentimeter vragen. Ja. Dus, nou, de floor is yours. Helemaal goed, dankjewel. Hallo, mijn naam is Maarten Pot. Ik ben onderzoeker bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dat doe ik binnen het lectoraat Sustainable River Management. En wij onderzoeken richting hoe we het rivierengebied tegelijkertijd veilig en aantrekkelijk kunnen maken. En ik heb het afgelopen jaar veel gewerkt aan het project Dataset Dijkveroudering. En ik ga jullie vandaag wat vertellen over de nut en betekenis van de nationale dataset. Dat doe ik in drie stappen. Allereerst wil ik een beeld geven over wat we wel kunnen, maar ook wat we nog niet kunnen met de nationale dataset. Met nadruk op nog, want dingen die we nog niet kunnen, die hangen vaak samen met de betrouwbaarheid van de huidige inspectiedata. Dus ik vertel wat over hoe we die betrouwbaarheid kunnen vergroten. En ook wil ik het punt ter discussie brengen of de inspanningen, dus de tijd en de moeite die we mogelijk gaan steken in het ontwikkelen van een meer geavanceerde versie van de dataset, of die het waard zijn. Ik wil allereerst een voorbeeld geven over wat we kunnen met de nationale dataset. Door het samenvoegen van inspectiedata kunnen we hele simpele data onttrekken, zoals welke schades het meeste voorkomen. We zien bijvoorbeeld dat graverij met kop en schouders het vaakst genoemd worden, het vaakst gemeld worden in Nederland. Zowel graverij groot als graverij klein. En houtopslag en soortenrijkdom wordt het minste genoemd. Het is leuk om te weten, maar op zich kunnen we er nog niet zo heel veel mee. Maar door deze data te koppelen aan aspecten zoals de dijkzone, dan krijgen we eigenlijk een hele nieuwe dimensie aan die data, wat veel meer informatie geeft. We zien hier een hittekaart van een schade scheurvorming. En wat we daar zien is dat 60% van alle gevallen scheurvorming op het binnentaluut voorkomen. Dat is hartstikke veel. En zulke hittekaarten hebben we ook kunnen maken voor heel veel andere schades. En daaruit kwam naar voren dat 80% van alle natte plekken aan de binnenzijde van de dijk voorkomen. En dat kale plekken eigenlijk altijd op het hoogste deel van de dijk voorkomt. En dat kan te maken hebben met dat de afstand tussen grondwaterstand en het maaiveld daar het grootste is. Het kan ook zijn dat de activiteit daar op de dijk het hoogste is. En wat ik daarmee wil zeggen is dat het samenvoegen van inspectiedata, dat dat eigenlijk een hele goede basis is voor hypotheseontwikkeling. Een ander voorbeeld wat we kunnen met de nationale dataset is het inzichtelijk maken van schadeprogressie. We hebben hier een dijk met een reeks aan inspectiepunten die over de afgelopen, laten we zeggen, 3 jaar zijn verzameld. En om schadeprogressie visueel te maken, moeten we 1 schadegeval over meerdere momenten in de tijd monitoren. En dat kan door inspectiepunten die mogelijk tot elkaar verhouden, te koppelen. En daarvoor moeten ze matchen op parameter. Dus dat is de type schade. Dat kan bijvoorbeeld scheurvorming zijn. Het element, dus waar het op voorkomt. Grasbekleding kan dat zijn. Er moet een logische tijdsframe tussen zitten. Wij gaan er bijvoorbeeld vanuit dat twee inspectiepunten of een schade nooit langer dan 2 jaar blijft liggen. Dus als 2 inspectiepunten langer dan 2 jaar uit elkaar liggen, kunnen ze simpelweg niet verbonden worden. En natuurlijk ook de afstand. Inspectiepunten die binnen 5 meter van elkaar vallen, die rekenen we als 1 schade. En daarbovenop tellen we ook nog een meetonzekerheid van de GPS-apparatuur. En ook de onzekerheid dat we niet weten wat de locatie van de inspecteur ten opzichte van de schade is, terwijl die schade opmeten. Het kan zijn dat die direct op de schade stond. Het kan ook zijn dat de inspecteur vanuit de auto op de kruin van de dijk de schade ongeveer aanwees. En op die manier krijgen wij om de inspectiepunten buffers. En daar waar die buffers overlappen, zoals we hier bij punt 1, 2 en 3 zien, dat noemen we schadeclusters. En een schadecluster is eigenlijk 1 schade op meerdere momenten in de tijd. En als we deze 3 punten nou eens plotten op een grafiek met op de y-as de kwaliteitsscore. En de kwaliteitsscore is een score die de inspecteur toewijst aan de schade. En dat kan, een score 4 is een schade van goede kwaliteit, dus eigenlijk geen schade. Dus die zul je ook bijna nooit tegenkomen in de dataset. En een kwaliteitsscore 1 is de ernstigste schade. En die hebben vaak ook de hoogste prioriteit om te verhelpen. En op de x-as hebben we de tijd in dagen. En als we dat dan plotten, dan ziet dat er ongeveer zo uit.
En dan zie je eigenlijk best wel goed hoe die schade zich gedraagt op de dijk. Dus we hebben wel een beetje meer feeling bij hoe die schade en hoe lang die erover doet om tot die ernstigste staat te komen. Nu is het natuurlijk wel zo dat een schade altijd ontstaat vanuit een goede situatie. En dat zien we hier nog niet. We kunnen helaas nog niet de dag aanwijzen wanneer een schade is ontstaan. Dat zou de ideale situatie zijn. Maar wat we wel kunnen is achterhalen wanneer de inspecteur voor de laatste keer op die specifieke locatie was en daar geen schade heeft gezien. Want dat betekent dus, als we vertrouwen op het zicht van de inspecteur, en dat doen we, dat die schade er toen nog niet was. En dat kan heel simpel door middel van bijvoorbeeld de Strava-app. Dat we met het wielrennen en met het hardlopen, dat je je pad kan terugvinden. Die data hebben we niet. Wat we wel kunnen doen, is kijken wanneer de meeste inspectiepunten in de dataset zijn gemeld. En dan zie je eigenlijk heel mooi die inspectiepieken hier ontstaan. In voorjaarsinspectie en een najaarsinspectie. En stel nou dat punt 1 in maart is opgemeten, dan kunnen we eigenlijk met zekerheid zeggen dat in oktober die inspecteur ook op die dijk is geweest. En als we dan die dagen tussen oktober en maart optellen, dan weten we dat die schade ergens tussen die tijd heeft moeten ontstaan. En op die manier hebben we eigenlijk heel de schade van ontstaan tot aan de ernstigste staat helemaal gevisualiseerd. Maar nu moet ik wel zeggen dat die laatste stap, dat die eigenlijk met heel veel onzekerheid is omgeven. Want het moment van ontstaan van de schade, zoals we hier hebben gevisualiseerd, dat is enorm afhankelijk van de inspectiefrequentie. Ik heb nu twee voorbeelden genoemd met wat we kunnen met de nationale dataset. Ik wil ook even ingaan op wat we nog niet kunnen. We hebben voor de schade erosieafslag gezien dat sommige waterschappen alleen kwaliteitsscores 2, dus matig, en 1 slecht noteren. Dan krijg je eigenlijk zulke lijntjes te zien, heel veel van zulke korte lijntjes. En dat kan erop wijzen dat alleen deze schades met deze kwaliteitsscores, dat alleen die aangepakt worden. En dat hogere kwaliteitsscores eigenlijk helemaal niet genoteerd worden of vastgelegd. En dat kan er ook op wijzen dat dan het inspectie eigenlijk gebruikt wordt voor het creëren van onderhoudsinspanningen, onderhoudsoverzichten, een soort van to-do-lists. En dat is natuurlijk hartstikke praktisch, maar dat is eigenlijk best wel een groot gemis voor het risicogestuurd beheer en onderhoud. Want juist ook deze informatie die vertelt ons heel veel over het gedrag van die schade. Ook zagen we dat soms inspecteurs afwijkende werkinstructies meekrijgen, zoals Wim Cornelissen bijvoorbeeld op de dijk zei zojuist. Het gebeurt best vaak, met geldige redenen ook. Maar als dat niet vastgelegd wordt, dan ontstaan er eigenlijk gaten in de data. En misschien nog het allerbelangrijkste is dat wij geen informatie hebben over onderhoudsinspanningen. Het is niet alleen belangrijk om te weten wanneer die schade ontstaat, hoe die zich gedraagt op de dijk. Maar het is ook ontzettend belangrijk om te weten wanneer die schade daadwerkelijk geëindigd is. Het einde levensloop van die schade. Want als we weten dat een schade vaak terugkomt en we weten ook zeker dat wij daar onderhoud aan plegen, dan is dat eigenlijk gewoon een zwakke plek op de dijk. En daar moeten we dan ons beheer en onderhoud op aanpassen. In de huidige nationale dataset hebben wij data van 8 waterschappen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 1934 kilometer van de in totaal 3700 kilometer aan primaire keringen. Dat is een ruime 52%, dus dat is best wel veel. En een simpele manier om onze betrouwbaarheid van die dataset te vergroten en voor analyses, dat is eigenlijk simpelweg gewoon meer data. En dat kunnen meer nieuwe inspectiejaren zijn van de waterschappen die al aanwezig zijn in de dataset. Maar ook waterschappen die nog niet gerepresenteerd zijn in de dataset. En met name waterschappen met kustverdedigingen, hè, duinen, maar ook keringen met heel veel stenenkleding, die zijn nog een beetje onderbelicht. Uiteraard moet dat ook door een filter heen gehaald worden om er weer analyses uit te kunnen voeren. Er is een transformatieslag en een vertaalslag nodig en dat kan best intensief zijn. Gelukkig kan dat wel geautomatiseerd worden met een modelbuilder bijvoorbeeld die in GIS verwerkt zit. En daardoor stop je eigenlijk rauwe data door een zeef van keuzes totdat het tot de gewenste format van de dataset komt. En elke aanpassing die een waterschap doet om hun inspectie in hun databeheer, dat maakt het eigenlijk moeilijker voor om het weer vergelijkbaar te maken. Dus samengevat,
De kracht van de nationale dataset, dat zit hem in het verbeterd inzicht kunnen krijgen in waar en wanneer schades voorkomen en ontstaan. We kunnen met een dataset schadeprogressie inzichtelijk maken, wat ons kan helpen voor het risicogestuurd beheer en onderhoud. Echter is het wel de betrouwbaarheid enorm afhankelijk van de kwaliteit en de volledigheid van de data. Daar kunnen we gelukkig aan werken. We kunnen enerzijds achterhalen wanneer de inspecteur op de dijk is geweest. En dan weten we veel meer over het ontstaan van de schade. We kunnen ook onderhoudsinspanningen koppelen aan de inspectiepunten, waardoor we veel meer weten wanneer die schade daadwerkelijk geëindigd is. Dus hebben we het begin en het eind van de schade beter in de vingers. En tot slot is het veel makkelijker om uiteindelijk inspectiedata te vergelijken en te koppelen met elkaar als we gedeelde afspraken maken over data-inwinning en data-vastlegging. Dus we hebben de data, we hebben het om kunnen zetten in informatie en zelfs inzicht. En ik denk zeker dat we ook de actie aan kunnen verbinden. Want het voorspelbaar maken van schadeprogressie, dat helpt ons om veel preventiever te kunnen handelen. En de betrouwbaarheid, met betrouwbare data kunnen we handelingen veel beter prioriteren en afwegen. Hartelijk dank.